De donkere dagen voor kerstmis zijn weer begonnen. En dat betekent dat iedereen weer druk bezig is met de voorbereiding voor het kerstfeest. De menus worden gemaakt, de cadeautjes worden ingepakt en de huizen zijn prachtig versierd. En wij gaan in de huizen duiken om te kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat in Breda. Welkom bij Mag ik je boom zien? Zouden we misschien even binnen mogen kijken om te kijken hoe u uw huis heeft versierd voor kerstmis? Nou, ik zit met de huis vol visite, dat komt me nou echt niet gelegen. Oh, dat maakt niet uit, dan gaan we verder kijken. Dank u wel. Hallo meneer. Goedendag. Wij zijn van Breda Nu van het programma Mag ik uw boom zien? Zouden we misschien even binnen mogen kijken om te kijken hoe u uw huis heeft versierd met kerst? Maar dat komt eruit. Oh, wat leuk. Kom binnen jongens. Kom hier. U heeft een hond? Oh. Dag mevrouw. Wij zijn van Breda Nu, ja. Om te kijken hoe mooi uw huis is versierd met kerstmis. Want ik zag al daarbuiten dat het er heel mooi uitzag. U heeft het allemaal gedaan? De voorkant versierd? Nou, dat is mijn dochter die het allemaal heeft gelezen, want ik maak dat zelf niet. Oh. Maar die heb ik zelf ook allemaal nog gemaakt. Oké, okay. Die heeft hij zelf helemaal gemaakt, die boom? Die boom heb ik gewoon zelf gemaakt, ja. Oké, okay. Hij heeft het mooi gedaan. Ja. En hoe vieren jullie altijd kerstmis? Hoe doen jullie dat altijd? Dat gaan we naar mijn dochter. Dat gaat naar mijn dochter. Dat is een kerstkindje, dus ja. Tweede kerst. Oké. Okay. Dus dat is een extra groot feest dan die dag? Ja. U bent lekker aardappels aan het schillen? Ja, we gaan frietjes eten. Oh, frietjes eten. Eigen gemaakte friet, hè. Zaterdag zijn we eigen gemaakte friet. Ja? En wat staat er op het menu bij kerstmis dit jaar? Weet u dat al? Gourmetten, denk ik. Ik denk gourmetten. Dat is elk jaar vaste prik, goed gourmetten. Ja. Dus, of als het niet al komt, dan gaan we uit eten. Dus, dat kan ook gebeuren. Dat kan ook gebeuren. Ook lekker. Hallo meneer. Hallo. Wij zijn van de Breda Nu van het programma Mag ik uw boom zien? Zouden we misschien even binnen mogen kijken om te kijken hoe u het heeft versierd? U heeft een hond. Wat is de naam van de hond? Toby. Ik zag dat het dan goed vol zat binnen. Jullie zaten allemaal uit het raam te kijken, zag ik. Nee, oh, nou ik niet. Ik ben een huis aan het zoeken. Oh, een huis? Nu staan jullie voor de deur, nu zijn we klaar. Oh. Wilt u weg hier? Nee, we wonen hier voor 26 jaar. Nee, okay. We zijn wel aan het kijken. En u hebt een mooie grote boom? Ja. Wie zet die altijd op? Mooi. De vrouw? De man die helpt niet mee? Jawel, dit jaar wel. Kijk maar, er is een meter afgezakt aan de bovenkant. Oh, of past hij niet het huis in? Nee, hij heeft er ook al een keer 3 zagen op gebroken. Dus sindsdien deed ik het eigenlijk alleen, maar nu kreeg ik het even niet voor elkaar. Dus ik ben geholpen. En hoe zien nou de kerstdagen er hier altijd uit? Hier meestal werk ik, maar dit jaar ben ik thuis. Dus nou en dan wordt er gekookt en één dag en de andere dag gaan we iets leuks doen. En kerstavond gaan we escapen. Met het gezin en de mannen. Ook leuk. Heeft u een groot gezin? Nee, het valt wel mee, met 2 dochters. Oké. Okay. Maar het is ook gezellig altijd. Ja, zeker. Ja. En weet u al wat er op het menu staat? Nee. Nog niet? Nee. Is er een verrassing of wilt u het niet zeggen? Nee, serieus. Dessert weet ik en voor de rest. En bij het dessert wat we drinken bij het dessert. Maar voor de rest ga ik me daar van de week in verdiepen. Oké. Okay. Nou, ik zie dat u een mooie boom heeft. Is het een echte of een neppe? Een echte. Een echte. En jullie nemen elk jaar een echte? Is er een bepaalde keuze waarom jullie geen nepper... Ja, ik denk dat het toch een beetje gevoel is. Wat gebeurt er? Okay. En wie hangt de ballen er altijd in? Hebben we samen gedaan. Oké. Okay. Jullie hebben altijd wel elk jaar andere nieuwe ballen? Of hoe gaat het? Ja, alleen ik heb ook een keer... wilde ik voor paars gaan, maar dat ging niet door. Dat mocht niet van de vrouw? Nee, dat mocht niet. Vond ze niet leuk? Hoe ziet de kerstdag er altijd uit? Eerste kerstdag gaan we altijd naar mijn vader. Mijn vrouw is Amerikaanse, dus we hebben ook regelmatig dat we naar Amerika zijn gegaan. We hebben ook jaren gehad dat zij in Amerika was en dat ik hier was. Dus dit jaar zijn we met z'n allen hier. Zijn we bij mijn vader eerste kerstdag en komt de familie hier naartoe voor tweede kerstdag. Okay. En Christmas Eve vieren we ook. Dan komt de overbuurvrouw naar ons toe. En hoe is het, wat is nou het grootste verschil tussen Amerikaanse kerst en de Nederlandse kerst? Ik denk dat het Amerikaanse
kerstgevoel nog veel sterker is dan hier. Daar is iedereen mee bezig. Daar zijn de straten veel meer versierd. Daar is het niet altijd, maar daar heb je altijd groepjes kinderen die dan langs de huizen gaan van de mooi versierde straten. En dan gaat het zo. Okay. Zijn er ook bepaalde tradities die jullie hebben overgenomen vanuit Amerika? Nou, ik denk het iets uitbundiger, dat ik dat wel een beetje daar vandaan heb. Ja. Ja. Waar blijkt het uit hier in Nederland? Het iets uitbundiger bij ons blijkt uit het iets uitbundigere versieren van het huis. En ik denk dat wij over het algemeen ook wel iets meer ons best doen met het geven van cadeaus. Okay. En wat staat er altijd op het menu met de kerstmis? We hebben toevallig gisteren het menu gemaakt voor tweede kerstdag. Want de eerste kerstdag eten we bij mijn vader, dus weet ik niet wat er op het menu staat. Tweede kerstdag hebben we een smorgasbord vooraf. Dus zeg maar een beetje een Zweedse stijl kerstdiner. En als hoofdgerecht hebben we een picanha van de barbecue met een aardappelgerecht en gegrilde sla. Oké, maar allemaal lekker toch? Ja. En oud en nieuw, hoe vieren jullie dat altijd? Ja, Rachel, mijn vrouw, gaat de 28e gaat ze naar haar ouders toe, dus vliegt ze naar Amerika. Mm-hmm. Dan is de kleine is bij mij. En onze hond is niet heel erg, vindt vuurwerk niet zo heel erg leuk. Mm-hmm. Dus ik vier het bij mijn zus en dan zal ik het in ieder geval iets rustiger aan doen. Okay. Die avond. En de hond, ik kan wel tegen vuurwerk of? Nou, dat vindt ze niet echt super tof, hoor. Nee? Dat vindt ze niet leuk. Op het moment dat het echt druk begint te worden met vuurwerk, dan kruipt ze ergens onder. En dan komt ze ergens 1 januari in de middel. Okay. Hallo, we zijn van het programma Mag ik je boom zien? Zouden we misschien bij u binnen mogen kijken om te kijken hoe uw huis heeft versierd voor de kerstdagen? Ben je bang van grote honden, of niet? Bijten ze? Nou, je mag wel even komen kijken hoor. Kom, we komen eens allemaal naar binnen. Oh, met camera en alles. Ja, het is voor tv. Ja. Maar hoe gaat het nou? Als je zo'n boom hebt gebouwd, pakken die honden dan niet al die ballen eruit? Nee. Dat blijft allemaal goed gaan. En alleen zij hebben een start. En dan vliegt er wel eens in. Oké. En zij loopt eronder door. Oké, en heeft ook allemaal een heel aquarium, zie ik. Ja. Wel mooi. Dat is mijn hobby. Vissen? Ja. Ja? Vissen en dan de waterkant. Oké, en u woont hier alleen? Nee, mijn vrouw is werken. Oké, wat doet ze voor werk? Die is taxichauffeur voor schoolkinderen. Oké. En ik ben zelf chauffeur. Oké. Die in de nacht. Allebei op de weg altijd? Ja. En hoe beleven jullie de kerstdagen altijd? Leuk, gezellig, ja? Met ouders, maar helaas niet samen met me. Oké. Dus ik heb een zoon, dat is relevant, maar die is nu 21, die is in defensie. Mm-hmm. Dus beroepsmilitair. Dus ja, verder. Maar die is er niet met kerst? Ja. Hoewel, die komt er wel kerst vieren. Ja. Oké, okay. Dus dat is wel gezellig altijd met kerst. Ja, tuurlijk. En wat staat er op het menu? Weet u dat al? Als ik het goed had, roulade, en stoofpeer, met aardappelen. Oké. Okay. De tweede kerstdag een gourmetten of ja, zoiets. Oké, okay. Ik heb er iets bij. We hebben geen geld. Maar we gaan altijd de huizen af en dan nemen we iets van iemand mee en die andere die doet er weer iets in en dan ruilen we met elkaar. Ja, dus ja. Dus we hebben voor jou, hebben we twee kerstballen. Twee kerstballen? Kijk eens, een roze en een rode. Doe dan maar die rode. De rode? En heeft hij zo weer terug in de doos te doen, ja. Dan wij weer verder kunnen ruilen. Ja, maar wat wilde? Ja, wat u kwijt wil, hè? Wat u kwijt wil. Het is precies de kleur. Nou, dan pakken wij een kerstmannetje. Een kerstmannetje. Bent u er niet aan gehecht? Nee hoor. Dan neem maar hem weer mee. Kijk, nou, ik vind wel dat u een hele mooie boom heeft, toch? Dank u wel. Hij is mooi wit. Heeft u die zelf opgezet of uw vrouw? Mijn vrouw. Oké. Okay. Als u een momentje hebt, dan pak ik even een kerstje. We hebben een momentje. Nou, ik ben het pinnetje kwijt. Oh jee. Ja, want anders heb je er niks aan. Nee, dat is waar. Kijk, zo. Ik neem de deze mee. Kijk, dan heeft u weer een mooie rooi, hè? Ja. Nou,
Nou, dokter wel. Kijk. Oh. Chic of niet? Hij is mooi, we doen hem weer in de doos. Zo, dat doet een dier er ook maar bij. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. We nemen hem mee, daar maken we iemand blij mee. Hallo. Hallo. We zijn van het programma Markje Boven zien. We zouden misschien binnen mogen kijken om te kijken hoe uw huis even ziet voor de kerstdagen. Ja, dat mag. Ja? Ja, we hebben een feestje. Mijn zoon is jarig. Oh, kom maar naar binnen. Zelfs, kijk eens, wat een gezelligheid. Ben jij jarig? Gefeliciteerd. Dankjewel, zeg je dan. Nee. Hij heeft er zin in. Nee. Hij is jarig, heb ik gehoord. Waarvan zijn jullie jarig? We zijn van Breda Nu. Breda Nu? Ja, lokale omroep. Dat blijft. Nee, ik vind het allemaal geknipt en geplakt. Oh. Is niet waar. Maar jullie hebben een feest, zie ik. Allereerst natuurlijk hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Met uw zoon. Dank je. Maar jullie hebben helemaal geen kerstboom in huis, of wel? Ja, wel kerstboom. Is dit jullie boom? Ja. Geïmproviseerde kerstboom. Nou, het is wel, tot nu toe wel de creatiefste boom die dat er is. Dat is een mooie kerstboom. Ja, ik vind hem wel. Maar er hangen alleen geen ballen in. Nee, dit moet je er nog bij denken. Dit ben ik voor erbij. Want hoe vieren jullie altijd kerstdagen? Met de familie, hè? Ja. En wat doen jullie dan zoal? Eten vooral. Eten. Wat staat er op het menu deze kerst? Weet je dat al? Wat staat er op het menu, man? Ja, is het een verrassing? Oh, het is ook een verrassing. Maar iedereen is er altijd bij? De ouders en zo? Ja, de eerste keer, dus ik zei het niet. Oh, dat is een hele verrassing. Ja? Zijn er nog mensen voor de kerst? Nee. Ja, de geld zal... Geld? Ja, we hebben geen geld. Maar we hebben wel ballen voor in de boom. Oh, echt? Maar, ja. Want we wisten dat jij geen ballen had. Maar dan komen we altijd van pas. Nee, kijk, maar we doen altijd ruilen. Dus we hebben dit is uit van een mevrouw uit Polen. Hebben een mooie bal. Maar hebben jullie iets om dan te ruilen met ons? En we dan weer in een andere boom kunnen hangen? Of hier, een kerstmannetje. Je mag er één kiezen, hè? Ja. Geef maar. Wilt u deze? Ja, deze vinden we heel goed. Maar dan moet u wel in de boom hangen, hè? Dank u wel, mevrouw. Hij gaat weer de doos, hè? Ja, achter elkaar erin hangen. Daar hangt hij. Kijk, hangt er toch een bal in de boom. We gaan van het programma Mag ik je boom zien? En we gaan allemaal de huizen langs om binnen te kijken bij de mensen. Zouden we dat misschien bij u ook mogen doen? Ja, je mag wel kijken. Ja, kom, we gaan met z'n allen naar binnen. Weet je dat nou? Ja, dat is ook een leuk programma. Dat is nieuw. Ja, ik ken het, maar... Nou, even een mooie boom. Heeft u die zelf opgezet? Nou, mijn mama eigenlijk. Oké. Okay. Hebben jullie dat samen of wat? Nou, ik ben aan mijn schouder geopereerd, dus ik kan het zelf nou niet zo goed. Maar gaat het nu wel weer goed met de schouder? Ja hoor. Dat u wel lekker de kerst in kan? Ja, wel. Daar gaan we goed komen. Hoe vieren jullie altijd de kerst? Met de kinderen, hè? Mm-hmm. Eerst kerstavond gaan we met z'n allen lekker eten en pakjes uitpakken. En de tweede kerstdag moet de eentje werken met zijn vrouw, want die werkt in de zorg. Mm-hmm. En de tweede kerstdag gaan we met heel de familie uit eten. Oh, lekker. Ja. En waar gaan jullie altijd uit eten? We gaan nu naar de Griek in Oosterhout. Oh. En heet er nog kerstwensen? Dat is echt van, voor kerstmis misschien wil ik dat wel wensen? Nou, gewoon dat er wat meer... vrede is en dat de mensen wat liever zijn tegenover elkaar en dat ze niet allemaal zo'n kort lontje hebben. Nee, u dat maakt dat vaak mee. Heel fijn. Nou, dat zie je om je heen, hè? Dat zie je gewoon heel vaak. Ja. De mensen allemaal zo'n kort lontje hebben, dat vind ik jammer. Ja. En u woont hier met uw man of ook met kinderen? Hoeveel kinderen heeft u? Twee die kinderen. Die zijn al uit huis, hè? Oh, die zijn al wel ouder. Ja. Maar die hebben hier wel straks wel een mooie cadeautje met de kerst. Ja, we hebben loodjes getrokken. Oh, leuk. Ik heb nog een leuk iets voor u, want we gaan overal de bomen natuurlijk gaan we bekijken. En dan gaan we ook ballen uitruilen. Ja. Dus we hebben voor u een paar ballen. Wilt u misschien een bal ruilen tegen iets van uw boom? Dan kunnen we dan weer ruilen met anderen. Ik zal hem even openmaken. Ik weet niet of er wat moois voor u bij zit. We hebben een cupcake en twee kerstmannetjes. De cupcake maar. De cupcake. Hier zit een haakje. Dank u wel. Hebben we ook nog hier ook een haakje. Heb je nog een haakje? Kijk, we hebben alles. Ja, dit was dan weer het laatste huis. Kijk nog hoe prachtig verlicht deze was. We hebben vele mooie huizen voorbij zien komen. En ik wens jullie namens Breda Nu en natuurlijk mijzelf alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019. Tot volgend jaar.